my god, jongens, kijk dan! Tweet van Antje Montero! Woep, 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 woep. But if you close your eyes. Hey, goedemorgen allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag, het is nu 7:45. Ik ben wakker, ik heb me aangekleed en ik hoef alleen nog maar mijn schoenen aan te doen. En jullie denken, waarom ben jij zo vroeg wakker? Ik ga zo meteen namelijk weg. Ik ga zo meteen de hondjes naar de kapper brengen. Ja, aan de overkant. Dus dat was super chill met mijn moeder. En dan daarna gingen we ontbijten bij IKEA, geloof ik. Super zin in. Dit is wat ik draag. Deze trui van The Weeknd. Broek Bershka. En schoenen van Vans ga ik aantrekken. Die staan hier. Die trek ik aan. En ja, ik ga er zo meteen vandoor. En ik neem jullie weer gezellig mee. In de auto, we gaan naar de kapper. Wow, ze zitten allebei bij op schouder. We zijn aangekomen bij de kapper. Kijk, we gaan de hondjes bij de kapper brengen. En dat doen we bij Razai. En dat gaan we lekker doen. Kijk. Gaan we naar binnen? Oké, gaan we naar binnen. En zo zien de hondjes er nu uit. Lekker weer heel zacht. Hallo schat. Oh, helemaal bij de ramen te kijken. Hallo schat. Ja. Ik ga dus nu koken. Bakken. Ik ga maken dit aardappelgratin. En we hebben in de vriezer hebben we vissnietsels. Dus we gaan lekker aardappelgratin eten met vissnietsels. Dus ik ga lekker koken! En ik laat jullie zo meteen het eindresultaat zien. Dat is nog niet genoeg. En dus hebben we nu ook van die mini-cruutjes erin gedochten. Oké, we hadden dus nog niet genoeg aardappelkatern. Dus we hebben het ingeproviseerd, want we hadden gisteren nog aardappeltjes over. Dat hebben we erbij gegooid. Een beetje door elkaar gehusteld. En ik heb echt super veel zin in dit. En dit gaan we eten met broodjes. Is dus lekker hoor. Oké, okay, inmiddels is het alweer een paar uur later voordat ik het laatste heb gevlogd. Ik ben nu de vlog aan het uploaden die jullie hiervoor hebben gezien. Dus dat was de playback op mijn fave muziek en FaceTime met Ruby. Kijk, die is hier nu aan het uploaden voor jullie. En ik zit een beetje te rekenen met de vlogs voor vakantie. Dus heb ik een soort van schemaatje gemaakt. Schemaatje. Alleen, ik kom dus niet uit, want ik wil dus op mijn vakantie wil ik niet uploaden. Er komen wel vlogs online, maar niet mijn vakantievlogs wil ik pas na mijn vakantie online hebben. En om dan een week lang niet te uploaden, vind ik best wel veel. Dus ik moet even gaan kijken en even bespreken. Want misschien laat ik gewoon wel vlogs online komen op mijn vakantie, maar dan moet ik even kijken hoe ik dat het beste kan doen. Inmiddels is het alweer 11:15 en deze dag is zo snel, is heel snel gegaan. Wat ook heel erg leuk is om te vertellen is dat ik zondag ga bowlen. En daar heb ik super zin in. Met K, met mijn moeder, met mijn zus en met Jamira. Dus gezellig. Super zin in. En ja, ik was net ook de vlog van Monica aan het kijken en toen dacht ik, oh ja, ik moet nog een schemaatje maken voor mijn vlogs. Dus dat ging ik doen en inmiddels ligt mijn telefoon op de grond. En is het nu, even kijken, niet zoveel. Het is nu, telefoon is 68%, super chill. De vlog is geüpload en ik ga hier ook even een eind aan breien en dan spreek ik jullie morgen. Ik ben een super slechte vlogger, dus ik heb heel de dag gewoon niet gevlogd, alleen in de ochtend. Dus ik ben nu in bed aan het liggen en een nieuwe YouTuber aan het kijken. Dit YouTube kanaal heet Patricia Bright en heeft 1 miljoen abonnees. Wow, kijk, super tof, super leuk. Dit ben ik aan het kijken en in deze video's doet ze echt van, I spent $400 on shine. En nu denk ik, nu zit ik een video te kijken van, I spent £5,000 on boohoo. This is what I got, really. En ik ga jullie nu een stukje van deze video laten zien.
to a prom, actually. I wouldn't wear it to a wedding, but I would wear it to a prom with some nice heels. I need to get the right underwear on this. But I feel like on a girl whose figure is banging, this could look amazing. I said next time, look at this top. I love it. It's kind of a thin material. I don't even know. Ik wil jullie wel vertellen wat ik vandaag allemaal heb gedaan. Dus ik heb heel de dag in het zonnetje gezeten. 1. 2. Mijn opa is langsgekomen op ziekenbezoek voor mijn zus. Die ligt niet meer in het ziekenhuis, maar die is wel gewoon thuis. En dat soort dingen. 3. Ik heb video's gekeken op YouTube. 4. Ik heb met mijn moeder en mijn vader, of vader, stiefvader besproken over de vakantie. Super zin in. Ja, en voor de rest ga ik zo meteen lekker douchen. En dat soort dingetjes doen. Voor de rest niet echt heel veel. Maar je weet niet hoe deze avond gaat lopen. Want misschien ga ik nog facetimen met Roop. Met de Roopster. Dat straks. Maar eerst lekker de video kijken. En dan lekker. Lekker douchen of een bad. 1, 2, 2. En ja. Ik weet nog niet. Ik wil je trouwens wel vertellen dat er binnenkort echt super leuke video's aankomen. Oh my god, I'm so excited about it. Yeah. En ook de vakantievlogs werden echt super gaaf. En mijn zusje en ik die willen dus met een paar maar zo'n floaty, unicorn floaty gaan kopen voor foto's op Instagram. En op Twitter en op Snapchat. Dus wil je me volgen? Zal ik hem zeker gaan volgen in de link in de beschrijving. Of in de, ja, de usernames in de beschrijving. Dus ja. En in deze tijden is mijn ventilator, mijn beste vriend. Die staat nu zeg maar daar aan. Hier staat hij niet de hele nacht hoor. In de nacht staat hij zeg maar wat verder weg. Maar nu staat hij echt lekker om mijn bed. En jullie denken, wat heb jij daar weer aan? Gewoon mijn purple shirtje, daar leef ik in. En ja, yeah! I'm so excited voor de vakantie. Echt super zin in. Dus ik ga lekker die video afkijken. En dan spreek ik jullie later. Oké, mij leek het dus een keer leuk om te reageren op comments in de vlog. Dat doe ik eigenlijk nooit. Ik reageer wel altijd op de goede en de comments met opbouwende kritiek. Maar nooit echt op de haatcomments. Ik krijg niet zo heel veel haatcomments. Misschien 2 in de 5 maanden of zo. En dat zijn vooral een beetje dezelfde vragen. Maar mij leek het gewoon een keer leuk om te reageren op comments die ik heb gekregen. Kijk. Look at this shit. Oké, dan gaan we beginnen bij een comment. Ik stond super dichtbij je, ik stond achter je, ik wilde op de foto, maar durfde het niet te vragen. Deze comment heb ik best vaak gehad, ook op Twitter en op Instagram. Maar wees niet bang om naar mij toe te komen als je met mij op de foto wil. Ik vind het hartstikke leuk om jullie te ontmoeten. Ik ben ook wel eens een keer benieuwd wie er achter dat andere scherm zit, die naar mij zit te kijken. Dus kom gewoon lekker naar me toe als je me ziet. En vraag rustig om een foto. Oké, onder een vlog van Be Brave Winter Kiss Ace heb ik denk ik toch wel mijn meeste haat opgekregen. Omdat ik af en toe uit het niets gewoon spontaan begon mee te zingen met de muziek. En ik heb een comment gekregen met sorry niet stom bedoeld, je kan echt niet zingen. Oké. Next one. Want ja, weet je, sorry, maar die comments die krijg je zo vaak. Als je eenmaal filmt, ga ik niet stilstaan en dat soort dingen. Ik wil ook gewoon genieten van het moment. En ja, dat kan gewoon niet als je filmt. Dit vind ik dan echt wel een hele lieve comment. Superleuke vlog en je hebt een superleuk kanaal. Daarom heb ik mij geabonneerd op jouw kanaal. Ben ook benieuwd of je mijn kanaal ook leuk vindt. Zou het tof vinden. Oké. Ik probeer nu niet heel erg haatvol te zijn, maar sommige comments dan plaatsen ze een comment en dan reageren ze met abonneer op mijn kanaal. Oké. En mijn YouTube loopt vast. Ik krijg ook best wel veel comments over dat Be Brave vind ik je is. Dat ik niet kan zingen, maar dat wist ik al. En ik heb één keer een video geplaatst op Instagram en
god, wat heb ik daar verhaal gekregen. Ik ging zwemmen met mijn nichtje. En ik dacht, leuk, ik deel even iets om te laten weten van, hey, ik ben aan het zwemmen met mijn nichtje, dus ik kan nu niks doen aan mijn vlogs. Om te uploaden. En toen kreeg ik een bagger shit over me heen. Ja, en waarom zwem je zonder bikini? Ik dacht echt zo van, oké, ik ben gewoon een jongen. Oké, trouwens, die vraag krijg ik trouwens ook heel vaak onder mijn video's. Ben je een jongen of ben je toch een meisje? Ik ben gewoon een jongen. That's it. Die vragen wil ik ook niet meer zien onder de video's. En als je die vraag nog een keer stelt, dan moet je gewoon deze video klikken. En heel veel mensen die zeggen ook bijvoorbeeld onder mijn video's, ja, je bent echt een stomme YouTuber. Kijk dan niet naar mijn video's. Ik vind het prima dat je me stom vindt, maar ga dat niet moeite in doen. Of er moeite voor doen om dat nog even te laten weten aan mij. Want ik heb ook best wel veel haters. Of hekel aan YouTubers. Maar ik zeg dat niet onder een video. Ik heb laatst die favoriete video gemaakt. En dat verschilt echt per maand wanneer mijn favorieten. De ene kijk ik gewoon heel lang niet meer. En de andere kijk ik gewoon elke dag. En ik weet niet wat ik allemaal brabbel. Maar ik vind het gewoon best wel af en toe wel zo vervelend dat er sommige mensen zijn. En meestal zijn het altijd kinderen van 11, 12, 13. Die dan achter hun laptop zijn van, ja, ik vind jou een domme YouTuber. Ik vind jou echt dom. Oké. Ja, weet je, sommige mensen vind ik ook dom. Maar ik reageer dat er niet onder. En natuurlijk, iedereen heeft een mening over elkaar. Iedereen heeft ook wel een mening over mij. Ik heb ook een mening over iemand anders. Maar ik hou het in. En ik zeg het niet onder diegene's profiel. Foto, onder een foto die ze post op Instagram, op Twitter, op Facebook, op Instagram. Ik zet dat er allemaal niet onder. En ik vind het best wel belangrijk dat wij als normale mensen gewoon wel goed met elkaar omgaan. Tuurlijk, je hoeft niet iedereen niet te mogen. Maar dan om gelijk diegene helemaal verrot te schelden en finaal de grond in te stompen. Dat vind ik dan weer te ver gaan. En ik ben niet echt heel erg bezig met de negativiteit op mijn YouTube kanaal. En ik wil dat ook zeker niet doen. Maar, bonus die vliegt. Maar soms is het af en toe wel even lekker om te klagen. En ik vind het ook wel af en toe, tuurlijk vind ik mijn outfits ook niet echt leuk. Die ik vaak draag. En daar krijg ik trouwens ook best wel veel mensen op van, ja, en je outfits zijn niet on point. Tuurlijk zijn mijn outfits niet on point. Want je hoeft er niet uit te zien als fucking Beyoncé of Jay-Z of zo. Weet je, ik vind dat best wel, sommige mensen vinden dat echt wel te ver gaan. Zo van, ja, je ziet er niet uit. Tuurlijk, iedereen heeft wel eens een keer wat hij niet mooi vindt aan zichzelf. Maar ik ga niet tegen iemand zeggen, oh wat ben ik knap vandaag, weet je wel. Nee. Maar ik ben nu al bijna weer 6 minuten aan het lullen en over comments aan het lullen en dat soort dingen. Maar hierbij wil ik het ook even laten, want mijn computer loopt vast. Dus dat eigenlijk. Het is nu rond 10:50. 11. En ja, trouwens, ik heb je niet verteld dat. Is gisteren, zat op Snapchat te kijken bij Kim Kardashian. Want mijn guilty pleasure is toch af en toe Keeping Up with the Kardashians kijken. Ik vind het echt een leuk programma. En toen zag ik op Snapchat dat Kim samen met Nicki Tutorials aan het filmen was. Gewoon Nicki Tutorials. De Nederlandse Nicki Tutorials. Oh my god, I'm so happy for you. Maar dat heb ik ook getweet. En ik denk dat ik bij deze lekker de vlog ga afronden. Ik bedank jullie voor het kijken. Sorry dat hij zo negatief moest eindigen met reageren op haatcomments. Dus dat. En nu al. Wow. Oké, nu doet mijn computer het ineens wel. Oké, leuk. Maar goed, maakt niet uit. Ik bedank voor het kijken. Doe die duimpjes omhoog. Ik zie dat heel veel mensen deze video's wel kijken, maar nog niet geabonneerd zijn. Dus ben je nog niet geabonneerd en kijk je niet deze video, abonneer even hieronder. Het is totaal gratis en dan mis je geen enkele video in jouw mailbox. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe vlog. Dus tot volgende vlog. Doei doei guys.